Hallo beste kijkers, Zakke hier, dat spreekt. Hopelijk gaat alles goed met jullie. Met mij gaat het alleszins heel goed. Wow, mensen, offerfeest. Het is bijna offerfeest. Overmorgen normaal gezien. Naast mij staat vandaag Bo. Bo. Jullie kennen haar waarschijnlijk al van dat ze dat meisje dat ooit met mij heeft gevast. Eén dag heeft gevast. Wat vond je ervan? Uitputtend. Maar vandaag zijn we al honey. Ik heb nu meer energie, maar ben wel mijn stem kwijt. Maar ik vond het super leuk. Ik heb veel bijgeleerd. Deze keer gaan we het niet hebben over de Ramadan, maar over het offerfeest. Over de amazing party with the sheep. The sheep party. Het schopperfeest. Het schopperfeest. Inderdaad. Bo, ik heb een paar vragen voor je. Vragen over het offerfeest. Oei. Zet je er klaar voor? Altijd. Vraag 1. Wat versta je onder het offerfeest? Slapen zacht en niet naar school gaan. Excuseer? Slapen Schapen slachten en niet naar school gaan. Ja. Het schapenfeest, dat is eigenlijk schapenfeest. Het slapenfeest. Het schapenfeest is het tweede leidfeest in de islam. Goed? Ja. Oké. Okay. Vraag 2. Wat gebeurt er allemaal tijdens het offerfeest? Schapen slachten en nu naar school gaan. Geen kramp te krijgen. Moet ik het vasthouden? Ja, moet het even vasthouden. We gaan meestal inderdaad niet naar school en we schapen en slacht. Maar dat is niet enkel dat. Wat? We slapen en slacht. Nee, maar ik ga het snel uitleggen. Kijk, dus we worden eigenlijk vroeg wekker. We gaan, kijk normaal, okay. We gaan dan eerst met de hele familie naar de moskee om te bidden. Eens we terug thuis zijn, dat is gewoon de bedoeling om je familie te zien. Dan komt iedereen samen, iedereen vergeeft. Allee, we proberen zoveel mensen terug, dat de contact terug goed is met hun. Het is een dag van vergiffenis, een dag van vrede en liefde en eten. Slapen. Ja toch? En slapen ook. Wat doe je eigenlijk als je geen schaap hebt? Dat is eigenlijk een goede vraag. Als je geen schaap hebt, je mag ook geld storten in een stichting die andere mensen helpt. Het schapenfonds. Het schapenfonds. Oh ja, ja, bijna vergeten. Het vlees van de schaap delen wij dan met onze familie, vrienden, kennissen, met onze buren, met onze de armen. Schapen. Nee, we gaan van de schaap geen kannibalen maken, okay? Maar al het vlees moet weg. Stop met lachen, je bibbert. Ik heb terug een vraag voor u. Wat gebeurt er met de kinderen tijdens het schapenfeest? Ze worden niet geslacht. Ja, ze gaan nu naar school. En ze eten schaap, maar ja... Kijk nou, ja, nee. Ja. Toen ik kind was, toen ik jong was, ik ben eigenlijk nog steeds een beetje kind. Nee, dat ben ik niet. Nee, ja. Toen ik jong was. Klein. Nee, Sorry. Toen ik kind was, herinner ik mij het schapenfeest als een feest van cadeautjes. Dus meestal krijgen de kleine kindjes cadeautjes of wel geld. High five! Oh, in de wind. Hey, kijk, Siki. Waaah! Mijn broertje is tegen mij. Ga weg. Kijk wat hij gaat doen, kijk. Damn, it feels good to be a gangster. A real gangster type player plays his cards right. Vraag 4. Heeft hij gekijkt? Bo, vraag 4. Wie is er allemaal welkom op het offerfeest? Schaap maar moslims. Iedereen is eigenlijk welkom bij het offerfeest. Dus maar heb ik. En dan heb ik nog één vraag. Vraag 5. Maar die is wel naar jullie gericht. Bo, ga mocht je zeggen. Wat doen jullie tijdens het offerfeest? Wat doen jullie tijdens het offerfeest? Schrijf het zeker alvast hieronder in de comments. Als jullie nog vragen hebben, schrijf het hier ook onder. Smile, peace en slacht een schaap. Hallo. Wacht. Meheer? Ja? Taras. Nee. Taras. Nee. Wauw. Oh. Kijk naar morgen. Mooi. Hij gaat echt bogus zijn. Oh. Helemaal bogus. Mag ik even